Het heeft wel iets weg van crime scene investigation, maar nee. In Veenhuizen is geen moord gepleegd. Archeoloog Constans van der Linden probeert DNA te vinden van Reinoud van Brederode. En zelfs bij iemand die al bijna 4 eeuwen onder de grond ligt, is dat mogelijk. Ik trek dus een tand, het kan een voortand zijn, een hoektand of een kies. En dan in het laboratorium gaan ze het binnenste van de tand, dat boren ze uit en daar gaan ze dan DNA-onderzoek op doen. Dus dan... U bent een soort tandarts eigenlijk? Nou, ik trek alleen de tanden. Reinoud van Brederode speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Holland tijdens de Gouden Eeuw. Het DNA-onderzoek is mogelijk omdat de graftombe van de heer van Veenhuizen wordt gerestaureerd. Over 50 jaar moeten ze niet zeggen wat hebben die mensen 50 jaar terug er toch een rommeltje van gemaakt. Dat hebben ze 50 jaar terug gedaan. In 1965 hebben ze echt een rommeltje van gemaakt. Daar kan je niks meer aan veranderen. Dat was in die tijdgeest. En nu zijn we toch van mening dat we dat keurig netjes in ere kunnen stellen en de historie recht kunnen doen. Ja. De opgraving trekt veel publiek. Tanja Harlaar kijkt haar ogen uit. Ze is waarschijnlijk een ver familielid van Brederode. Nou, ik vind dat eigenlijk wel heel leuk en interessant. Want het zou kunnen zijn dat ze DNA kunnen afnemen van een van de kiezen. En wie weet kunnen wij dan toch achterkomen of wij daadwerkelijk afstammen van de Van Brederodes. Wellicht stroomt er wel blauw bloed door het lijf. Ja, dat is zeker heel wat. Dat is best wel interessant, ja. Ja, wel leuk.